Voilà, nog wat basilicum. Ja, en terwijl mijn twee collega's lekker aan het snuffelen zijn in het Ardentse landschap, heb ik al van alles gesneden. En ik heb een Thais gerecht. We gaan lenterolletjes maken met een lekkere Aziatische toes. Spitskool, mooi fijn gesneden. En in Thailand zeggen ze altijd hele pikante spullen, heel mooi fijn snijden. Ik ga er ook wat sojascheuten bij doen, zo'n klein beetje breken. Ijsbergsla ook bij doen. Dan basilicum. En af en toe een klein beetje mengen. Ik heb wat kip die we al gepocheerd hebben. Als je nu kip in een lumpia gaat doen, die je gaat frituren, dan moet je er eigenlijk voor zorgen dat je kip rauw is. Op het moment dat je je kip in een salade gaat verwerken, moet je natuurlijk zien dat die gaar is. Een volgende wat ik eraan toe ga voegen is koriander. Ik ga de wortels gebruiken van de koriander. En dan gaan we er ook wat lente-ui bij doen. Ook nog wat bieslook, een beetje knoflook, niet te veel. Eventueel kun je er nog een nootje door doen, een cashewnootje. Citroengras er nog bij doen. En een klein beetje rode chili. En dan gaan we nu eigenlijk onze dressing maken. Dus we hebben wat bruine suiker genomen, wat vissaus, wat limoensap. En dat is eigenlijk voldoende. De rest van de aromaten zitten hierin. We gaan daar een lepeltje bij doen. En kijk eens hoe mooi, ideaal en gezond dat het eruit ziet. Voor onze lenterolletjes hebben we natuurlijk rijstenvelletjes nodig. Maar ja, ondertussen weet bijna iedereen, maar nog niet iedereen, dat je ze moet weken in koud water. En je legt ze er gewoon in. En terwijl we ze weken, gaan wij nog snel een leuke decoratie maken. Omdat ik het leuk vind om eigenlijk het verschil aan te tonen tussen lumpiavellen en rijstenvellen, heb ik hier lumpiavelletjes. Lumpiavelletjes gebruik je meestal om te frituren. Pollepel. En dan leg je dat er gewoon in. En dan neem je nog een andere pollepel erbovenop. Je duwt daartegen. En dan gaan we hem in het frituurvet doen. We gaan dit mooi bruin bakken. Simpel, maar leuk. Maximum 5 minuutjes en dan zijn die al mooi. Onze mengeling gaan we erin doen. Eentje aan deze kant. Deze er mooi overleggen. En dan kun je hem een klein beetje aanspannen. Hop. Natuurlijk is het leuk om er nog een lekkere dressing bij te maken. Nou, die dressing, ik heb wat water en suiker opgekookt met wat kokosmelk en wat limoensap. Dit ga ik mixen met basilicum. Kijk hoe mooi. En je ziet, ze zijn al gelijk wat steviger, hè, nu. De munt en de pijpayen gaat erover. Hier kun je natuurlijk wel nog een klein beetje blaadjes van de koriander aan toevoegen. En dan de lekkere etherische smaak van onze limoen er nog bij. Klein beetje saus erbovenop. Klein beetje appel. En toch een klein beetje. Voilà. Koude winterdagen en exotiek in het bord.